Hallo en welkom weer bij Scrapbook America. Deze week hebben we weer veel nieuwe producten binnengekregen. Onder andere deze acrylic paint dabbers van Jenny Bolin. We hebben 12 verschillende kleuren. We hebben hier malted milk, stick candy, cough syrup, brown sugar, lemon drops, chewing gum, spice tin, soap powder, seed packet, chicken feed, chili powder en fountain pen. Dus zoals je ziet genoeg kleurtjes om wat mee te doen. Hou wel rekening mee met een aantal producten die eigenlijk net iets te zwaar zijn. Maar we willen ze toch graag verkopen aan jullie of aanbieden. Dus stel als je er wat meer zou bestellen, dan worden de verzendkosten wel wat duurder. Dus dat je daar rekening mee houdt met bepaalde producten die we verkopen ook in de webwinkel. Dus dit waren dan de paint dabbers. En dan hebben we ook van Jenny Bolin de nieuwe plain chipboard elements binnengekregen. Deze zijn een beetje, deze heten banner chipboards zijn dit. En als het goed is zitten er 24 stuks in. Flag banner chipboards heten ze. En deze zijn dan weer te combineren met een aantal stickers die Jenny Bolin ook heeft uitgebracht. Om te beginnen hier de flag banner numbers. Dus deze plak je dan op de chipboard stukjes, zodat het meer een 3D effect wordt. Dan heb ik hier de multi kleur. Ook vrolijke kleurtjes ook. En dit is de calendar. En hier heb ik dan de red en black. Dus deze zijn dan ook nieuw binnengekomen van Jenny Bolin. En Jenny Bolin heeft dan ook weer de kleine journaling cards. En deze heet dan Be Our Guest. En hier zitten 6 stuks in van elk. En dan zie je hier de 6 verschillende die er in de verpakking zitten. Dan heeft ze ook nog een aantal stempels. We hebben deze dan in ons assortiment genomen. Deze zijn de labels. Zoals je ziet hier zie je dan 3 stuks. En dit is een butterfly. Dat is 1 stempel. En dan heb ik hier van ook nog van Jenny Bolin round tart tins. Dit zijn kleine tins, dus kleine bakjes. En daar kan je dan kan je verschillende mogelijkheden dat je er wat mee kan doen. Je kan het gebruiken om in elk bakje wat op te bergen op je bureau of op je werkplek. Je kan het ook gebruiken dat je iets ertussen maakt en dat je dan 3 bovenop elkaar stapelt. Er zijn verschillende mogelijkheden om er wat mee te doen. Hier is dan eentje gebruikt met iets erin gemaakt met een foto. Ik denk dat je je eigen creativiteit te werk moet laten gaan hoe je dit het beste wil gaan gebruiken. En hier zitten dan 3 stuks in verpakking. En dan hebben we Maya Rood ook binnengekregen. Dan hebben we 2 stempels. Dit zijn de doilies, de vintage doilies. En hier hebben we de Keep Calm stickertjes, stempels, sorry, clear stamps. Dus die zijn van Maya Rood binnengekomen. En dan hebben we ook van Maya Rood weer de Small Roses ribbon. We hebben hier een grijze kleur. Ik heb hier een rode kleur. Hier is de witte. Een zwarte heb ik hier. En een turquoise kleur. En hier ontvang je ongeveer 12 tot 13 inch mee. Dus er zitten er genoeg bloemetjes op om wat leuks mee te doen. En zoals je ziet zijn het weer leuke kleurtjes. En dan heb ik hier ook nog de large roses, ribbon roses. Zoals je ziet hier ontvang je er 5 van, deze. Zoals je ziet, zie je de crème aan de buitenkant en dan de bruin hebben ze in de binnenkant gedaan. Ik zal eentje zo een beetje hoog houden, zodat je het kan zien. Hoe mooi ze dat weer hebben gemaakt. En hier hebben we dan de small flower ribbons, heb ik hier ook nog. Ze zien er ook erg vrolijk uit weer, alles. Dus dat was van Maya Rood. Dan heb ik hier een aantal dingen binnengekregen van Els Studio. Dat zijn allemaal kleine tags. Verschillende tags zijn het allemaal. Ik zal even een aantal uit de verpakking, of tenminste, hier pakken zodat ik het kan laten zien.
Deze weer wat groter die ik hier heb. Hier heb ik een verpakking met 6 grote journaling tags erin. Ik weet niet of je het kan zien wat er allemaal in zit van de verpakking. In de verpakking. Erg leuk om te gebruiken ook dat je een verhaaltje erop schrijft. En dan zou je het vast kunnen naaien weer met de naaimachine. Omdat er veel stiksels op zitten ook. Of je zou zelf kunnen vastlijmen. Of deze kan je ook in een boekje doen dat je wat gaatjes erin maakt. Deze heet de Date and Place strips. Die zijn ook erg leuk. Allemaal Date and Place. Zitten er 12 in. Ik zal er één openmaken. Zoals je ziet is dat gewoon op cardstock bedrukt. En dan kan je het zelf invullen. Dus die hebben we dan. Dan hebben we verschillende soorten ervan. We hebben vierkantjes en circle tags. En deze hebben handmade layer circles heet dat. Zitten er 10 stuks in. En zie je ook wat er in de verpakking zit achterop. Dit zijn grotere. Hier zitten er 6 stuks in. Dit zijn grotere cirkeltjes. En hier hebben we weer kleinere tags. Ook allerlei verschillende teksten die erop staan. En dan hebben we ook van L Studio. Even kijken hoor. Deze heten blank pennants. En pennants zijn dat je dan het hoekje eruit knipt. Zodat je dan een pennant krijgt. En deze zijn dan gewoon op kartstok dan bedrukt. En die kan je zelf uit snijden met je snijmachine of knippen met je schaar. En dan kan je het zelf het driehoekje eruit knippen of het puntje eruit knippen. En dan kan je er ook weer je teksten erop zetten. Hier hebben we ook al een aantal verschillende. We hebben hier de blank dan. En dan hebben we ook de birthday. Even kijken hoor. Hier is dan de birthday pennants. Die heb ik hier. Dan zie je verschillende teksten en dan kan je ook weer dat eruit knippen. En dan kan je ook weer genoeg, net zoals deze zou dan leuk zijn als je deze weer met je naaimachine erop zou naaien. Dat je over het stiksel heen gaat wat er al op bedrukt is. Of hier een kleine stukje. Of ook gewoon weer ergens opplakken of doen wat je zelf leuk vindt om te doen. En dan heb ik ook nog één hele grote. Kijk hoor, deze hebben we dan ook nog. Dat is de Handmade Layers Cutouts en die kan je zelf uitknippen. Dat is ook weer een vel en dan kan je het zelf weer op maat maken wat je zelf leuk vindt om te gebruiken. En dan hebben we ook nieuw. Dat vind ik zelf. Omdat niet iedereen ponzen kan kopen, omdat het allemaal best wel prijzig is. Alle ponzen in je assortiment te nemen. Vond het wel een leuk idee om voor jullie dan kleine ponsjes of setjes te maken. Met leuke ponsjes, zodat je het zelf kan gebruiken. Wat ik nu aan je laat zien, ontvang je alleen het glassine zakje van en dan de craft tags die erin zitten. Zoals je hier ziet, ontvang je het dan zo dat dit erin zit. Ik heb zelf deze tags erbij gemaakt, ook bij de foto's, om het zo te laten zien dat ik ook gelijk erop kon schrijven wat erin zat. Zodat je niet denkt als je deze bestelt dat deze er ook bij komt, want dat is niet zo. Je ontvangt het enkel in het zakje met de tags die je dan bestelt. Hier heb ik dan de Small Tags Crafty. Je ontvangt van alles 7 stuks. 7 vind ik een mooi getal. Dus hier zijn dan Small Tags. Zie je, dit zijn de kleintjes. En ik zal ze allemaal even laten zien wat er allemaal in zit. We hebben hier Small Tags. En hier hebben we dan de Medium Tags. Die zijn wat groter zoals je ziet. Ook weer leuk te gebruiken met twine die we in de webwinkel verkopen. Om het zo ergens aan te hangen. En dan zal ik deze even opzij schuiven. Dan kan ik het wat beter laten zien. Dan hebben we hier zo de butterflies. Hier ontvang je er ook 7 van. En alles is uitgeponst op kraftpapier. Dus dat is het enige wat we nu hebben op het moment. Ook omdat daar het meeste mee te werken is. Wat wel bij je layout past. Of bij je kaart. Of bij iets dan. Hier hebben we de kraftlabels. We hebben verschillende labels heb ik dan uitgeponst. Dit is er eentje van. En dan heb ik hier ook nog labels. En deze zijn weer een andere vorm, zoals je ziet. En dan hebben we nog een aantal vormpjes, labels ook. Hier is er ook één van. Die is wat vierkanter. En dan vang je er ook 7 stuks van. En hier heb ik delete. Als we eruit willen. Dit zijn dan de leaves die we hebben. En dit is dan ook op kraft uitgeponst. Zoals je ziet deze. En dan heb ik hier wat grotere.
Deze is wat. Dit is een large tag. Deze. Ook weer leuk te gebruiken met een twine draadje. En dan hebben we hier de large label crafty. Die is een grote label. En dan heb ik deze. Die ik zelf ook erg leuk vind. Dat zijn de crafty branches. Dat zijn takjes die ik heb uitgeponst op kraftpapier. Hier vang je er ook 7 van. En dan heb ik hier nog doilies op kraftpapier uitgeponst. En dat zijn deze. En dat is ook erg leuk. Ik denk ook wel dat dit leuk is om te gebruiken op een layout. Dat je een foto eroverheen plakt of doet. En hier ontvang je er dan ook 7 stuks van. Nou, dit was het weer voor vandaag. Zoals je ziet is er veel nieuws binnengekomen. Alles is ook na te kijken op www.scrapbookamerica.com onder het tapje nieuw. Mocht je vragen hebben, kan je ons altijd mailen. Dan proberen we je zo snel mogelijk terug te mailen. We wensen jullie allemaal nog een hele fijne dag. En we zien je bestelling graag tegemoet. En tot de volgende keer.